Jonk Wouters. Wie moet er in het Nederlands elftal? Dat is een enorme discussie. Want jullie kunnen natuurlijk niet samen spelen. Nou, dan ben ik het niet mee eens, hè. Luister nou, we... Ik heb bij Ajax ook, dat was ook een discussie waarbij Ajax vaak kwam. Ja. Dat Louis trainer was. Ja. Nou, toen kwam ik centraal te spelen en Jan wat meer aan de linkerkant. Nee, dat kan, maar niet, dat kan niet, want daar staat Edgar Davids. Dus dat is al helemaal geen discussie. Oh, sorry. Ja, dat is jouw man. Helemaal, oh, dat is jouw man. Ik zit heel, die plaats is al helemaal vergeven. Ik zit nou helemaal verkeerd. Ja. Een klein foutje. Jan aan de linkerkant. Ik geef alleen een... Een bepaalde optie. Een optie, ja. Het is geen optie. Sorry. Maar wie moet er nou in het Nederlands elftal? Want dat is dus de discussie nu in Nederland. Als ze nu nog niet weten wat mijn kwaliteiten zijn, dan houdt het op. Dus hij kan voor mij kiezen, ja of nee, hoor. Dus ik hoef niet te zeggen wat mijn sterke punten zijn. En wat, nou, ik weet wel een zwak punt van jou, ja, hoor. Ja, dat wist ik wel, dat jij erop zou komen natuurlijk. Ja, ja, want jij pakt geen ballen af. Nou, dat weet jij ook. En dan? Nou, wat hebben we dan in jou dan op het middenveld? En wat, hebben we dan niet, en wat heb ik dan wel? Ja, je hebt een aardige paas en een goed schot. Je kan doelpunten maken. Nou, dat is ook niet onbelangrijk in het voetbal, zeker. Maar... Leer dan ook eens ballen afpakken, man. Jezus, beginnen we daar weer over. Je lijkt Italiaanse pers wel. Jezus. Wat doen die dan? Ja, die begonnen er ook over. Waarover? Jong kan geen bal afpakken, jong kan dit niet. Maar nu is dat weer een beetje omgedraaid. Ja. Nu zien ze toch ook die andere dingen wel. Dat je doelpuntjes maakt. Dat je wel eens iemand vrij voor de keeper zet. En dat je af en toe ook je goaltje zo stiekem eens meepikt. Maar hoe denk jij dan in het Nederlands elftal te komen? Ik zit er al bij, hè. Ja, maar hoe denk je daar vast in te spelen in het Nederlands elftal? Ja, dat is aan de trainer of hij mij gebruikt, ja of niet. Ja, maar hoe denk je daar nou in te komen? Hoe denk ik daarin te komen? In het elftal, ja. Gewoon vast in het elftal. Hoe denk je daarin te komen? Nou, gewoon zoals ik nu steeds speel. Ach, doe er niet zo naïef. Is dat niet genoeg? Ach, ben je toch gek? Zo werkt dat toch niet in het voetballen? Wim, jij weet ook, het gaat om de lobby in het voetbal. Dus het gaat om dit. Tokken, tokken, tok met de belangrijke mensen. Tokken, tokken, tok. Ja, jij moet goed zijn met Koeman. Dus ik moet Koeman bellen en Ronald, hoe zit het nou? Hoe is het met je vrouw? En, Juist, Wim. Nou zijn we bezig. Nou zijn we bezig. Ja. Kijk, ik weet gewoon dat jij dolgraag in het Nederlands elftal speelt tijdens de WK. Ja, dat is een punt, daar hoef je niet over te praten. Het is je laatste kans voor jou om op het allerhoogste niveau het nog eens een keer te laten zien. De laatste kans alweer. Nou, je bent 29 of 30? 27, hè. Ben jij 27? Ja, Echt waar? Ja, kijk nou eens goed even naar dat feestje. Ben jij 27? Ben jij 27? Dus... Nou, oké, nou, dan hoef jij niet te spelen. Ja, dat dacht ik altijd. Dat zeggen. Ja, dan ja, hoef ja. jij niet te spelen. Dan is het toch veel sympathieker om Wouters afscheid te laten nemen in het Nederlands elftal. Okay. Is lekker zo opkomen om hier, hè? Ja. Heerlijk, man. En het is hier ook hartstikke mooi. Ook nog eens een keer, weet je dat? Is niet verkeerd, hè? Nee. Ja, is goed. Ja, Wouters of Jonk. Ja. Wat een pracht van een discussie. Ik hoor daar gewoon te staan. Twee doelpuntjes gemaakt. Tegen Letje, dus dan ga jij je plek opeisen in het Nederlands elftal. Dat zeg ik niet. Dan krijgen we dat. Jij wou gewoon een antwoord. Ja, dat wil ik ook. Die gaf ik. Juist, dat is goed. Dus dan zijn we eruit. Dan komt de tijdperk van één keer raken, kom nog. Gaat nog aanbreken. Dat gaat nog aanbreken. Hè? Ja, dat is de kunst, hè? Één keer raken. Dat is het mooie van voetbal, ja. Tempo opvoeren, één keer raken. Tempo verhogen, ja. Dat is het mooie, ja. Ja.